Dag kijkertjes van TDW hier. Vandaag hebben we weer een nieuwe aflevering. En zoals jullie weten, het is vrijdag, dus dat betekent dat het weekend is. En omdat het weekend is, is het leuk. Want ja, met het weekend hoef je niet naar school, hoef je niet naar je werk, voor de meeste mensen in ieder geval. Dus iedereen die is vrolijk, iedereen die gaat lekker thuis zitten. En zo kwam ik bij het idee om vandaag leuke dingetjes over Black Ops 2 te vertellen. Maar eerst gaan we eventjes wat vertellen over de gameplay. Het is al breed, het is de eerste helft van Domination. De tweede helft kon ik er ook wel bij doen, maar die was A, niet zo heel erg leuk om naar te kijken. En B, dan duurde het zo lang en had ik 10 minuten gameplay om... overheen te gaan lullen en dat vond ik iets te lang. Dus ik heb gewoon de eerste gedaan en dit was 29 om 0. Dus dat is leuk om naar te kijken. Daarna speel ik met de PDW, mijn favoriete wapen, toch wel hier op Black Ops 2. Daarnaast speel ik met de volgende killstreaks en dat is Lightning Strike, Orbital VZ, zoals gewoonlijk vertelde ik in de vorige video ook. En de Escort Drone dit keer. En het was een leuke gameplay, dus geniet ervan. Maar ik wilde vandaag hebben over een paar leuke dingetjes. Mijn top 10 van Black Ops 2. Mijn top 10. Ik had wel een beetje moeite om eigenlijk 10 dingen te vinden. Ik vond, 6, 7 waren heel snel gevonden. Wat ik denk van, ja, dit vind ik echt top aan Black Ops 2. En daarom moest ik even een beetje goed nadenken. Maar op 10 gaan we het hebben over eigenlijk hetgene waar je als eerste inkomt als je Black Ops 2 opzet. En dat is gewoon de mainscreen. De mainscreen vind ik gewoon wel echt super eruit zien. Het ziet er gewoon netjes uit. Nodigt uit om te gaan spelen, dus dat is sowieso stipt op 10. De rest van de dingetjes van mijn top 10, dat staat wel op een bepaalde nummertje. Maar dat hoeft niet per se. Nummer 1 is niet zozeer mijn nummer 1, dat kan ook nummer 2 zijn. Dus hou daar rekening mee. Daarnaast, op nummer 9 gaan we door. De gebalanceerde wapens. Ik moet zeggen, de wapens vind ik voor het eerst, ja, ik denk wel voor het eerst sinds Call of Duty, alle Call of Duty die ik gespeeld heb in ieder geval, dat ze wel gebalanceerd waren. Ik heb niet zo van, ja, deze is nou mega goed of die moet iedereen gebruiken omdat je dan onverslaanbaar bent. Nee, dat vind ik absoluut niet. Dus dat is wel mooi. Ja, je hebt favorieten. Voor de een is dat de PDW, de andere de MSMC, de andere weer de Remington. Dat zijn wel de drie OP-wapens, denk ik. Maar alsnog, over het algemeen zijn er heel veel wapens die goed tegen elkaar op kunnen boksen. Dus die staat op 9. Op nummer 8 vind ik gewoon geniaal dat ze voor het eerst sinds de geschiedenis van Call of Duty een weapon DLC hebben. En dat belooft gewoon een hele hoop voor de toekomst. Gewoon dat je DLC kan kopen en daar komen nieuwe wapens uit. Ik denk dat dat een hele hoop triggert voor mensen om het te kopen. We hebben de eerste gezien. Ik heb hem nog niet gespeeld, want ja, ik heb geen Xbox. Ik heb een PlayStation. En dus moet ik nog wachten. Maar gewoon het feit dat dat er is, vind ik gewoon super. Op nummer 7 komt dan toch echt de verschillende maps. Alle maps die er zijn, vind ik geniaal. Er zijn er maar twee die ik echt niet leuk vind. En voor de rest vind ik ze super. De tijd gaat snel, dus ik ga snel door naar 6. En dat is de camo's. Ik vind het geniaal dat je je camo's kan unlocken op de manier zoals ze het nu doen. Dus echt met challenges. En gewoon het feit dat je dan naar goud en naar diamond moet. Ja, dat vind ik gewoon leuk bedacht. En dan gaan we door naar de nummer 5. En dat is dan het behouden van de camo's en de attachments. Gewoon die combinatie vind ik super. Je kan natuurlijk je wapen wel prestigen, maar als je dat niet wil en je wilt alles behouden, ja, dan behoud je alles. En dat vind ik gewoon geniaal. Kom op. Geen gedoe meer om, ga ik wel of niet prestige. Je behoudt het gewoon als je prestige. Dus super. En dan gaan we naar 4. Het feit dat er geen deadstreaks zijn. Oh, hier was ik zo blij mee toen ik dit uiteindelijk ontdekte. Of ontdekte, dat wisten we al van tevoren. Maar gewoon het feit dat het er ook echt niet in zit. Bij Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Je hebt je gewoon kapot gefrustreerd eraan. En je hebt het gewoon niet. Dus het feit dat je gewoon niet op een hele mogolische manier doodgaat is gewoon geniaal. Dus die staat zeker goed. Daarnaast hebben we op nummer 3 de scorestreaks. Ik vind de scorestreak leuk bedacht. Goed erin gegooid. En het feit dat je gewoon door het middel van het capture van een vlag punten krijgt. Je kill confirms en alles. Ja, vind ik leuk. Er zitten wel wat haken en ogen aan. Bij de ene kan je wat meer en wat minder punten krijgen. Dus dat is misschien voor de toekomst leuk om te verbeteren. Op nummer 2, de perks en attachment system. Je hebt geen perks meer die je wapens verbeteren. Dat zijn nu je attachments. En dat vind ik gewoon geniaal, vind ik leuk. Want dat houdt open, je optie open om andere dingen te doen. En op nummer 1, als laatste, de create a class system. 10 dingen die je kan kiezen en daarmee kan doen.
Jongens, dit is mijn top 10. Dit vind ik geniaal. Laat even weten wat jullie top 10 is. En laat zien wat ik de volgende keer misschien moet doen als top 10. Mensen, dank jullie wel voor het kijken. En vergeet niet te liken. Bye bye.